Sander, goedemiddag. ONS, dat is een speciale wedstrijd. Ja, dat is voor mij speciaal. Dus, ik heb hier al met al 7 jaar gespeeld, trainer geweest. Mijn zoontje speelt hier. En, dus ja, dat is, ja, natuurlijk is het speciaal, klaar. Dat is anders voor mij. Voor mij is het anders dan een andere wedstrijd, qua gevoel. Wat verwacht je van vandaag? Ik verwacht een hele droge wedstrijd waarbij ik verwacht eigenlijk dat ONS met 5 man achterop gaat spelen. En 4 man eigenlijk op het middenveld, eigenlijk een soort 5-4-1. Dus ja, dat is voor ons zaak om kom er eerst maar eens doorheen. En ze hebben een goede reeks neergezet, ze hebben 9 wedstrijden niet verloren. Dus ja, dat is belangrijk, kom er eerst maar eens doorheen. En op het moment dat wij een goaltje maken... Ja, dan moet je ruimtes weggeven en dan kan het ook weer een hogere uitslag worden. Maar laten we eerst maar eens iets gaan creëren en een goal maken. En dat zal tegen een muur of een muur, maar er staat een heel blok waarschijnlijk. Dus, en tegenhouden, dat zeg ik altijd vaker, tegenhouden is makkelijker dan iets creëren. Maar wat dat betreft kunnen we wel een wedstrijd verwachten zoals de afgelopen weken. Weer een counter in de ploeg tegenover ons. Ja, maar dus dat zal ook niet meer veranderen tegenwoordig, denk ik. Want je komt nu in een fase, eigenlijk na de winter al, kom je in een fase waarbij ploegen gewoon toch misschien iets anders gaan spelen omdat ze punten hard nodig hebben. Omdat het misschien een beetje primo ergens gaat worden. Dus ploegen gaan gewoon meer vanuit een defensie gaan proberen punten te halen. En ja, dat zien we eigenlijk de laatste 5-6 wedstrijden hebben we dat al gezien bij ons. En dan moet je doorheen komen. En, nou ja, goed. En dat is vandaag niet anders, denk ik. Ze hebben wel een gevaarlijke spits lopen, Juma Ramos. Ja, dat is een goede spits. Scoort makkelijk. Ja, die... Volgens mij staat hij bovenaan in de topscorerslijst, maar in ieder geval de laatste week en na de winterstop doet hij het ook goed. En dat is gewoon een gevaarlijke jongen. En ze hebben heel veel lengte, dus ook met standaard situaties zijn ze gevaarlijk. Alleen je moet vandaag eigenlijk zo voor elkaar krijgen dat ze zich helemaal kapot lopen en dat ze het uiteindelijk een beetje op gaan geven. En dan moet je toeslaan en ja, dat is aan ons om dat zo goed mogelijk te doen vandaag. Met wie ga je spelen vandaag? Wij starten met Jamie, Shannon, Jeffrey, Marciano, Dennis, Chris daarvoor. Daarvoor met Ali, Oktay, Soufiane en Sherwin en Barry voorop. Eigenlijk dezelfde opstelling als de afgelopen weken met de uitzondering van Ashraf. Ja, Ashraf heeft te veel last van zijn knie. En, dus die kan niet spelen. Dus eigenlijk hetzelfde zoals we de tweede helft vorige week gestart zijn. Dan deze week nog het nieuws over Henry de Graaf. Dat het eigenlijk eindelijk seizoen lijkt voor hem. Ja, Henry wordt 18 april geopereerd aan zijn knie. Er zitten 2 kiestes in zijn knie. Meniscusproblemen nog en... Ja, een stukje kraakbeen wat misschien wat problemen veroorzaakt, wat ze er misschien wel weg gaan halen. Dus die wordt 18 april geopereerd, dus eigenlijk is dat einde seizoen. Dus, en dan moet hij herstellen voor volgend jaar. Dan de laatste vraag. Het veld hier, een beetje stroefveld lijkt het me. Een beetje oud kunstgras. Beetje heel oud. Nou, misschien mag ik niet zeggen omdat het jouw club is natuurlijk. Nou, dat mag je best zeggen, want ik heb hier zelf ook nog op gevoetbald. Toen was ik 18, volgens mij. Nee, maar dit veld, volgens mij liggen er nou 10 jaar. Dus ja, dat is, eigenlijk is het al jaren aan vervanging toe. En dat weten ze hier ook wel. Alleen, ja, daar moet de gemeente ook aan meewerken. En ja, die zijn daar niet happig op om na een aantal jaren kunstgras te vervangen. Dus dan ligt het hier 10 jaar en dan ziet het er heel slecht uit. En dat veld is ook slecht, maar... Neem je dat dan nog mee in je voorbereiding? Ja, dat heb ik al deze week al gezegd. Maar kijk, geloof me, de jongens van ONS vinden het ook niet leuk om op zo'n veld te voetballen. Want en als ze daar wat aan konden doen, ja, dan lag er al lang een nieuw veld. Dus ja, daar hebben we nou eenmaal mee te maken. En hopen dat de gemeente Sneek dit hoort. En dat ze misschien ook gaan nadenken en misschien ergens een ander veldje neerleggen. Want ik denk dat voor iedereen, voor het voetbal is dat gewoon beter, dat er gewoon een goed veld ligt. Succes vanmiddag. Dankjewel. Scheidsrechter De Winter heeft inmiddels gefloten voor het begin van ONS Boze Sneek tegen IJsselmeervogels. Als hier Juma Ramos voor het eerst aan de bal is, vindt Kamstra. En De Boer. 3 minuten gespeeld als de eerste vrije trap van de wedstrijd een feit is. Het is op een mooie plaats. Achter de bal staat Oktay Özturk. Kan hij het doelman vanwege moeilijk maken. Özturk met de vrije trap. En vanwege kan oppakken. Bal was niet uit. Özturk. Dan komt Powell voor het eerst. En een goede reactie van Bas vanwege. En zo is het na 6 minuten bijna 1-0 voor IJsselmeervogels. Rozenburg. Acuna.
Dan is dat paasje te kort. Daar zit Grot tussen. Die ligt terug op Powell. En een herstelt Acuna. Zelf knap. Ones Boze Snake wordt eerst met z'n allen voor het doel van IJsselmeervogels. Dit is Rosenburg met de hoekschop. Daar is Iloba Acuna. En daar is de 1-0 voor Ones Boze Snake. Uitgerekend de nummer 8 van de thuisploeg. Die eerder deze eerste helft bijna verantwoordelijk was voor de 1-0 van IJsselmeervogels. Die viel niet. Maakt dat hier zo goed door een perfecte hoekschop van Rosenburg. Draait lekker naar binnen. En Iloba Acuna zet goed zijn hoofd tegen die bal. En zo staat het iets wat tegen de verhouding in. Na 21 minuten spelen 1-0 voor Ones Boze Snake. Net was het Rosenburg met de hoekschop, nu lijkt het Van Eken te worden met zijn linkerbeen. Draait wederom in, komt richting de tweede paal, ditmaal geen probleem voor Schaap. En die hervat het spel snel, het gaat richting Akla, Zimmerman en De Vries zijn daar ook. Zimmerman raakt die bal in eerste instantie niet, tweede instantie doet hij dat wel, lanceert Akla vanwege eerst. En in tweede instantie schiet Akla wel raak. Dan heeft ONS Boze Snake slechts 2 minuten van de voorsprong kunnen genieten. Is het een goede doeltrap of uittrap? Van Doelmanschaap, die vindt Akla. In eerste instantie redt Van Wegen nog, maar daarna is het wel raak voor Ali Akla. En zo staat het binnen 2 minuten weer 1-1. Camelia. Klaas de Vries ertussen. Van Nussen. Krijgt hem weer terug, is te kort. Rosenburg, achter Alen de Boer. Die vindt hem toch nog Zimmerman, maar dan is daar opnieuw Camelia. Haalt hij uit, Camelia probeert het, schiet tegen Zimmerman aan. Grot vangt op. Voorzet van Grot. Over alles en iedereen heen. Moro. Voorzet van Moro, daar staat Powell helemaal vrij. En dan is het een minuut later alweer 2-1 voor IJsselmeervogels. Ik moet zeggen dat de voorzet van Moro is goed, maar dan staat Powell wel erg vrij bij de tweede paal. Die maakt op zijn beurt geen fout, zoekt goed een hoek uit en ja, Bas van Wegen is dan kansloos, kan daar niks aan doen. En zo staat het na 25 minuten spelen 2-1 voor IJsselmeervogels. Van Eken en Ramos achter die bal. Zo ging hij er al eens eerder in natuurlijk, enkele weken geleden, nu lukt het niet. Van de Veen. Van Eken. Blijft sterk aan de bal. Van Eken met de voorzet. Daar staat Alen de Boer helemaal vrij, Alen de Boer! Dat had het antwoord kunnen zijn van ONS Boze Snake. Goeie voorzet van Van Eken. Maar de kopbal van Alen de Boer gaat naast. De Boer. Dan ligt er misschien wat ruimte nu. Had het in één keer naar Ramos gekund. Het gaat naar Rosenburg. Aardige bal richting Alen de Boer. Wat een paas van Rosenburg zeg. En Schaap. Maar wat een prachtige paas was dat van Martijn Rosenburg. Legt hem zo achter de verdediging. Camelia. Zoeken naar Powell. Bal schiet door naar Moro. Die neemt hem mee langs Van de Veen. Moet naar zijn rechterbeen. Van de Veen. Doet dit gewoon goed. Goed gedaan door de rechtsachter van ONS Boze Snake. Dan is het zoeken naar Ramos. Die is lastig. Buitenhuis kopt. Ramos troeft daar de bal af van Leijenhorst. En doet dat in tweede instantie weer. Knap gedaan, Jume Ramos. Dan de voorzet. Dan gaat de Akla. De Boer. De Vries. Rosenburg. Voor het eerst alles en iedereen op de helft eigenlijk van IJsselmeervogels weer sinds de tijd. Kamstra. Nog altijd Kamstra. Kamstra kan schieten. Kamstra met het schot. En... bijna tekent hij aan voor de 2-2. En toon maar aan. Tuurlijk, IJsselmeervogels. Meer balbezit. Maar ook ONS Boze Snake krijgt enkele kansen. Wat een ruimte daar voor Grot. Grot oog en oog met Van Wegen. Grot en Bas Van Wegen. Staat er natuurlijk wel enorm vrij. Sherman Grot. Maar gelukkig voor de thuisploeg staat Bas Van Wegen zijn mannetje. 22 spelers. Staan weer op het veld en IJsselmeervogels is begonnen aan de tweede helft. Staat met 2-1 voor hier op het Zuidersportpark. En natuurlijk is IJsselmeervogels nog altijd de trotse koploper. En dat zal het graag willen blijven. Ik wil zo snel mogelijk weer naar die tweede divisie toe. En voor ONS Boze Snake geldt dat ze bijna veilig zijn. Hebben misschien nog enkele punten nodig. We zullen alles eraan gaan doen om dat vandaag
voor elkaar te krijgen. Van de Veen. Camelia. Usturk. Rosenberg vangt op. Hakuna moet daar oppassen. Hollard is daar lastig. Hollard gaat naar de grond. En scheidsrechter De Winter geeft de strafschop. ONS-spelers protesteren. Maar de scheidsrechter vond het toch echt vasthouden. Hollard ging naar de grond. En dan is het na een minuut spelen in de tweede helft al direct gevaarlijk. En mag IJsselmeervogels een strafschop gaan nemen. Barry Powell en Bas van Wegen, oog in oog met elkaar. Powell met aanloop, Powell met schot en onberispelijk binnen. En zo maakt hij zijn tweede van de dag. En staat het 3-1 voor IJsselmeervogels. Van Eken, weer een Mees Bunning. Nu mee naar voren, Ramos, kan hij erbij? Ramos, gestopt, Van Eken. Nog altijd kan het, weer ineens Bunning. Rosenburg. Daar is nog Ramos. Ramos met de kopbal. Van Eken. Alen de Boer met het schot. Gekraakt. Goede mogelijkheid voor ONS Boze Sneek voor de aansluitingstreffen. De Vries. De Vries. Van Eken. Gaat hem makkelijk naar de grond, vindt de scheidsrechter. En dan gaat hij naar de andere kant, naar Grot. Powell is mee. Nog altijd Grot. Grot naar Powell, die kan aannemen. Powell gaat schieten, Powell schiet. In het zijnet. Bijna zijn derde, Barry Powell. Goeie paas richting Powell. Barry Powell. En het is 4-1, nu maakt hij wel zijn derde. Van de middag. En zo staat het na 10 minuten in de tweede helft 4-1 voor IJsselmeervogels. Oh, Barry Powell. En in de 33e minuut wordt voor de laatste keer bij de vogels. Nummer 9, Barry Powell. Het geld in de Salaten en vreemde plaats op het nummer 17, Jeffrey van de Dingenberg. En dan vindt scheidsrechter De Winter het ook gelijk belletjes. En wint IJsselmeervogels met 4-1 hier op het Zuidersportpark van ONS Boze Sneek. Marciano, 1-4. Dat is er weer eentje bij. Ja, je moest winnen vandaag. Ik denk, als je naar de andere wedstrijd kijkt, moet je winnen. Je bent verplicht om te winnen als je kampioen wil worden. Of in ieder geval mee wil blijven doen. Dus goede overwinning, denk ik. Hoe kijk je terug op de wedstrijd van vandaag? Ja, moeizaam wel in het begin. Je komt weer achter. Het is weer uit een doodspelmoment. Maar ik denk dat we ons goed herstellen. Dat wij geven in ieder geval nooit op. En dat is mooi. Wat gebeurt er precies bij die 1-0 van hun? Ja, een corner. En die jongen die komt voor iemand van ons. En die komt hem goed binnen. En daarna knip je twee keer met je ogen. En dan staat IJsselmeervogels weer 2-1 voor. Ja, het was een fantastische bal van Jamie. En hij maakt hem goed af, dus ja. Hij staat ook achter ons, hè, dus dat helpt ook wel mee. Goed, je zegt promotie naar de tweede divisie, maar de doelstelling moet toch nu wel kampioenschap zijn, denk ik. Ja, tuurlijk. Als je hier staat met nog een paar wedstrijden te gaan, dan denk ik dat je het moet volhouden en gewoon elke wedstrijd moet winnen. Ik bedoel, we hebben nu nog 3 thuiswedstrijden als het goed is, dus ja. Over jouw tijd nu bij IJsselmeervogels. Je bent nu bezig met je eerste seizoen, maar ik kan me voorstellen dat je ontzettend lekker in je vel zit op dit moment bij IJsselmeervogels. Ja, het is een lekker seizoen. We draaien ook goed, dus dat is ook fijn. En ik voel me goed, dus... Nou, ook wel lekker dichtbij, dus volgens mij heb je geen reden om weg te gaan naar een andere club. Nee, precies. Het is voor mij om de hoek, dus ik zit goed. Goed, bedankt. Goed weekend. Sofian, 4-1, lekkere overwinning. Heerlijk. Ja, dit zijn ze toch, 4-1. En voor deze wedstrijden zijn denk ik moeilijker dan die we eraan komen voor Leicester Scheveningen. Hier moet je voorop laten. En je ziet het 4-1. We mogen niet klaar. Ja, want hier was niks op af te dingen. Nee.
qua het spel ook vanaf de eerste minuut zetten we druk. Ja, die tegendoelpunt is even zonde, vinden we zelf ook. Maar ja, daarna zie je gewoon dat we veel beter zijn en de bovenliggende partij zijn ook. Ja, hoe kijk je verder terug op de wedstrijd? Ja, we hadden verwacht dat ze ook lange ballen zouden spelen. En we waren ook daarop attent dat we gewoon de tweede ballen moesten winnen en onder ze moesten zetten. En dat we zelf ook snel de eerste helft voor moesten staan. En dan zie je van, als wij de 3-1 maken, is het klaar. Ja, dat was echt het breekpunt ook bij jou. Ja, want dat zeiden we ook in de rust. Als wij de 3-1 maken, dan lopen we eroverheen. En uiteindelijk zie je dat ook. En ik heb nergens wat op te dwingen, volgens mij. Nee. Dan even naar jou. Hoe voel je je eigen wedstrijd vandaag? Ging volgens mij wel lekker. Ja, ging wel lekker. Acties gingen wel lekker. Ik zag ook dat die back vaak doorstapte. Dus dan ging ik daar ook op anticiperen. En ja, bij die, persoonlijk was die 2-1, die assist was wel lekker, ja, op Barry. Ja, ik paste precies. Ja, en dan zie je wel dat je gewoon veel ruimte krijgt. Die back zie je ook steeds naar achteren stappen bij de 2-1. Na de 2-1 zie je gewoon dat ik veel ruimte krijg. En dan kun je, dat is mijn spelletje eigenlijk. Ja, ik wil zeggen, dat is wel echt jouw kracht. Ja, ja, zeker, zeker. En dan zie je gewoon 1-op-1 is mijn kracht. En dat vind ik wel lekker, ja. Hey, kijk het naar volgend seizoen. Je hebt nog geen nieuwe club. Nee. Wil je door bij IJsselmeervogels? Ja, zeker. En dat komt denk ik wel goed uit. Ja? Ja, zeker. En volgende week Scheveningen. Dat wordt een andere wedstrijd dan vandaag. Ja, 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 ja. Dat weten we zelf ook. Wat ik net ook zei, van, daar hoeven we niet voor op te laden. Dat is gewoon de wedstrijd, ik heb zeggen, wedstrijd van het seizoen eigenlijk. En ik heb daar goede vertrouwen in. We hebben nu een reeks neergezet van 5 wedstrijden die we gewoon hebben. Ja, dat zie ik ook. Dus, ik zeg eerlijk, we hebben een goed voetballende ploeg. En voor die wedstrijd hoeven we echt niet onszelf op te laden. Ja, wat kon ons nog stappen dit seizoen voor het kampioenschap? Goeie vraag. Ja, niks. Dus eigenlijk zijn we zelf onze grootste tegenstander, zeg je eigenlijk. Ja, ja. Wat ik net ook zei, van, we hoeven ons daar niet voor op te laden. En moeten dit gewoon doortrekken. En je ziet ook, in de groep groeit het ook. Het komt steeds dichterbij. Ja. Wat we ook zeggen, we hebben 5 finales nog. En die 5 finales, 5 weken, die moeten we knallen. Het is geen, we kunnen niet nu afhaken nemen. Vind ik echt stond. Ja. Goed, succes. Volgens mij wordt het een beetje een eentonig verhaal, Barry. IJsselmeervogels wint en Barry Powell scoort. Ja, maar dat moeten we nog een paar weken vol zien te houden. Dat zou mooi zijn. Kijken terug op de wedstrijd van vandaag. Ja, genoeg kansen gehad. En het had eigenlijk wel 6-7-1 moeten worden minimaal. Ja, want je zet er zelf 3 in. Kan je goals eens beschrijven? Dat is de eerste ook weer. Voorzet van morgen. Oh ja, kopbal. En goede voorzet. En die gaat precies goed in de hoek. En de tweede, strafschop. Dus ja, goede actie van Dennis Hollard. Goed doorverdedigd. En de derde was een goede dieptebal van Jeffrey. Ja, en prima in het hoekie. Daarna had ik het gevoel dat jullie vooral bezig waren met Sherwin een doelpunt te gunnen. Ik kwam het in ieder geval over. Oh, nee, niet specifiek. Maar iedereen heeft voor mij wel een beetje kansjes gekregen. En dan merk je toch op een gegeven moment dat de scherpte een beetje eraf is. En dan is het de tijd uitzitten. En dan volgende week, Scheveningen. Dat wordt een andere wedstrijd dan vandaag. Ja, ik hoop het niet, maar we gaan het zien. Dan zou iedereen scherp moeten zijn gelijk vanaf het begin. Nu was natuurlijk slordig hoe we de goal weggeven. Maar volgende week zou iedereen denk ik wel wat scherper zijn. En Barry, voor volgend seizoen. Je hebt nog geen club. Zou je verder willen bij IJsselmeervogels? Ja, gaan we zien. Voor mij zijn ze wel tevreden. En, we gaan het gewoon zien. Het gaat nu lekker. En als je scoort, dan komt er vanzelf wel wat moois. Maar je bent nog niet in gesprek, of al wel? Nee, niet bij de Vogels. Ook bij andere clubs. Nee, ja. 1-4, weer eentje dichterbij. Ja, zo is het. Er zijn nog 5 nu. Ja. Maar we komen steeds dichterbij. Dus, en dit was. Ja, dit was op voorhand vond ik dit wel een lastige. Want gewoon een vervelend ploegje die vanuit het niets iets kan creëren. En met veel lengte, veel. Ja, opportunisme. Hè. Veel lange ballen en van daaruit mensen die eronder komen. Ja, en daar komt de corner uiteindelijk ook uit. En dan wordt het 1-0, terwijl we daarvoor eigenlijk al met 0-2 voor moeten staan. Hè. Want ik vond ons wel echt goed spelen. Heel veel druk naar voren vanaf moment 1. En uiteindelijk dik verdiend gewonnen. Nou, dat lijkt wel de les die is getrokken door de selectie van de afgelopen weken. Gewoon scherp beginnen. Ja, dat moet. Ja. En wat ik al eerder aangaf, van soms moet je wat wisselen en om jongens weer fris te houden en dat het niet vlak wordt in de groep. En iedereen is nou gewoon super scherp en gemotiveerd
En er ook echt mee bezig. En ja, daar moet je uiteindelijk naartoe, dat moet je creëren. En nou, dat dan lukt, ja, dat is alleen maar mooi. En, maar goed, dus ik vond het vandaag gewoon vanaf moment 1 goed. En natuurlijk hadden ze ook nog wel eentje kunnen maken, zo is het ook weer. Maar volgens mij hebben we wel iets meer kansen nog gehad. En we hebben wel meer gevoetbald. Dus ik vond dat wij verdiend gewonnen hebben hier met 1-4. Ja. En dan sta je 1-0 achter en dan knip je even 2 keer met je ogen en dan sta je alweer voor. Dat moet ook lekker voelen. Ja, natuurlijk. Ik moet zeggen, Jamie ook een compliment daarvoor. Hè? Die snelle spelervatting. En met Ali zijn diepgang en zijn drijf. En dan is het snel 1-1 en werd eigenlijk gelijk een goede goal trouwens. Was de 1-2. Ja, toen was het bij hun... Ga naar rust gaan, jongen. En toen was het eigenlijk bij hun een beetje gebroken. En toen konden we eigenlijk wel op dat moment wel meer uitlopen nog. Maar ach, weet je, dat 1-4 is ook goed. En dat staat gewoon. En ik ben er gewoon hartstikke blij mee. En dan na rust, je hebt wederom nog geen één keer met je ogen geknikkerd en dan alweer een penalty en dan kan je nog verder uitlopen. Ja, maar dat is ook, hè, wat ik zei, de druk naar voren. Dus we verliezen een bal, paats en we sluiten door en we dekken door en we veroveren een bal. En, ja, en het is wel weer een penalty, maar volgens mij is het weer een terechte penalty. Ja. Maar ja, het is ook... Maar je dwingt het ook af? Nou ja, laat ik zeggen, wij zijn vaak in de 16 meter van de tegenstander, omdat we daar vaak komen, omdat wij zo voetballen. En als je niet vaak in een strafschopgebied van een tegenstander komt, dan zul je ook waarschijnlijk minder vaak een penalty krijgen, omdat je minder vaak in zo'n situatie komt. Dus ja, dit was gewoon een terechte penalty. Dit is 1-3 en uiteindelijk wordt het nog 1-4. Nou ja, goed, en uiteindelijk kan je misschien nog wel verder uitlopen, maar dit is goed zo. En, dus ik ben daar gewoon heel blij om, trots op. En dan Lisse 2-1, nou, maakt het uiteindelijk niet uit als je zelf wint. Nee, nou, het meest ideale was een gelijkspel, maar laat wil ik zijn. Het kan ook zo zijn, het kon ook zo zijn dat een van die twee zou winnen. Dus dan hebben we Scheveningen op 6 punten en Lisse op 3 punten. En volgende week spelen wij tegen Scheveningen. Dus die moeten we dan moeten we weer alles geven om die wedstrijd over de streep te trekken. Nou, en Lisse speelt tegen Rijnsburg. En dat moet ik nog maar zien. Dus ja, het kunnen 2 hele mooie weken worden. Waarbij we echt nog 2 grote tikken uit kunnen delen. En die focus moet gewoon daarop zijn nu. En nu is het natuurlijk een biertje drinken, zo is het ook weer. Maar vanaf maandag is gewoon de focus daarop en dan moeten we door. Ja, maar want dat wordt een andere wedstrijd dan vandaag? Ja, tuurlijk wordt het een andere wedstrijd, zo simpel is het. Als het beseffen maar is dat we het kunnen halen. En het gaat erom dat iedereen zijn stinkende best doet, zonder en met bal. Maar met bal is makkelijker, hè, maar ook zonder bal. En dat hebben we op dit moment goed voor elkaar en dit moeten we vasthouden. Hoe dichter het bij komt, zeg maar, hè, hoe meer dichter bij het komt allemaal, des te makkelijker het mentaal ook op te brengen is, hè, om iets te bereiken. Dus ik ga ervan uit dat iedereen daar zich van bewust is. Was dat het grootste pluspunt van vandaag? Ja, dat denk ik wel. En donderdag was niet top op trainen. Nou goed, dan denk je wel eens van, nou, het zal toch niet. Maar goed, zo zie je maar dat een hele goede training op donderdag naar iets moois kan leiden. Maar een keer minder trainen op donderdag, dat wil niet zeggen dat je zaterdag slecht speelt. Dat blijkt alweer vandaag. Dus daar kan ook weer een streep doorheen. Ja, en dat wel de voortekenen niet goed waren, want je zoon die scoorde volgens mij als pupil van de week de eerste treffer op het veld. Ja, maar ik had hem wel tegen hem gezegd. Ik zei, als je bij papa scoort, dan telt hij niet. Dus je mag bij papa scoren. En anders had hij bij ONS gescoord, als je had geteld. Nee, maar we hadden voorspelling 1-3. Nou goed, er zat hij 1 goaltje naast me. Het was sportief dat hij IJsselmeer was de winst. Ja, volgens mij is de eerste pupil van de week die een uitploeg op winst heeft. Dat is wel een primeurtje, maar dat is leuk. Hij heeft daarvan genoten en ik als vader natuurlijk ook. Ja. Als je je zoon ziet lopen daar. En, daar mag je als mens toch van genieten. Ja, absoluut. Vond ik leuk. Ja. Goed, tot volgende week.